grote schoonmaak op Albina. Dat was het beeld vandaag op World Cleanup Day in het Oostendistrict Marwijnen, waar er een schoonmaakproject is uitgevoerd onder coördinatie van Stichting Support Recycling Suriname, SURESUR. Honderden vrijwilligers, milieuorganisaties, overheidsinstanties en bedrijven, waaronder Telesuur, hebben meegedaan aan de landelijke schoonmaakactie. Districtsecretaris Patrick van Genderen drukte de samenleving op het hart om zuinig om te gaan met het milieu. Namens het commissariaat en natuurlijk ook de gemeenschap van Albina een dankwoord uitbrengen aan Telesuur, het Korps Politie Suriname, Nationaal Leger en alle andere organisaties en personen die een wezenlijke bijdrage geleverd hebben aan het project van vandaag. In verband met World Cleanup Day, dat het initiatief genomen is om Albina schoon te maken, het strand en enkele straten in Albina. Het is een heel goed initiatief en wij spreken de hoop uit vanuit het commissariaat dat er een vervolg zal komen van dit initiatief. En ik, vanuit deze plaats wil ik de gemeenschap van Albina ook vragen om het goede voorbeeld van de organisaties die vandaag mee gewerkt hebben aan het succesvol traject. Van Ikeri tot en met Albina is er op meer dan 50 locaties zwerfvuil verwijderd en schoongemaakt. Stichting SURESUR concludeert in het persbericht dat uit de spontane aanmeldingen voor deelname en het enthousiasme bij vrijwilligers en bedrijven te merken is dat het bewustzijn voor een schoon Suriname steeds grotere vormen begint aan te nemen.